show it again. Put his ear laying arms on the table, stumbling in. Our love is a flame, a burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. You know these reckless thoughts of mine, I'm following you. I'm falling to you, whatever you do. Cause baby, you show me things I never thought I was true. Whatever it takes, baby, I'll do it for you. It's all you up. Zullen we wat kerstliedjes doen? Nee? Wel, ja, ik weet ook even vingers. Wie is er voor kerstliedjes? Wees niet verlegen. Wie is er neutraal in deze vraag? Geen mening? Kijk, dat dacht ik al. Dat zag je er ook al uit. En wie is echt valikant tegen kerstnummer? Het is zo'n christelijk dorp hier zo. Wat doet die SGP hier toch aan het roeren? Het is toch allemaal kerst dat de klok slaat hier? Ja, maar denk ik lekker wel. Kaarsjesavond, de hele tering zo. Nee!
We hebben dat gewoon echt ingestudeerd, hè mensen. We zijn eerder bij elkaar gekomen om voor jullie kerstnummers te doen. En dan gaan jullie ons gewoon dissen door gewoon te zeggen, dat willen wij absoluut niet hebben. Nou, het mooie is, soms, dat is een beetje van deze tijd ook, af en toe moet je gewoon een beetje macht misbruiken. Wij zitten hier, wij hebben een microfoon. Waarom hebben wij voor jou nou een kersttrui? Ah, leuk. We gaan het gewoon doen. We gaan even twee kerstnummers doen. Maar dan wil ik heel graag, ik heb wel een beetje hulp nodig bij de refreinen. Mag dat? Dan willen jullie meezingen? Maar dames en heren, ik heb hier twee kerstengeltjes. Dat zijn Julia en Lily van de Starren. En die houden dus wel heel erg van kerst. Pak die microfoon maar. Nou, nu is het ineens wel leuk, zeker, of niet? Dat dacht ik al. Ja, mag ik nog één keer een hard applaus voor Lily en Julia? Welverdiende pauze houden, was dat gezellig. Kort natuurlijk, kort. Dus blijf erbij. Maar ga even snel een drankje halen. Bestel wat bitterballen. Dan zijn we over een minuut of 10 à 15 weer bij jullie terug met de Golden Boys. Tot straks.